Vandaag Egmond, Pier Egmond. Hoe laat was de start, Tessa? Ja, vanmorgen om 10:30 hadden we de start. Ja. Ja. En Sterkveld? Jazeker, Nederlands kampioen van de weg van Jumbo-Visma. Janne Marcus heeft mee. Paulina Rooijakkers, Eva Buurman van Live Racing. Dus echt een behoorlijk sterk veld was aanwezig. Hoe was de vloedlijn? Ja, die was eigenlijk goed. Het zand lag er best wel goed bij vandaag. Dus harde grond? Harde grond en we hadden zuidenwind, dus alles was tegenwind. En de terugweg was het echt vliegen naar Egmond met gangetje van 45-50 terug naar de finish. Hey, en je hebt een verrassing. Ja, mijn prijs bedoel je, of niet? Ja. Ja, leuk hè? Leuk, mooie huldiging. Ja, dus echt een droomseizoen achter de rug. 3 wereldbekers gewonnen. Maar komt een verrassing van de week? Komt met een nieuwtje? Dinsdag komt een leuk persbericht. Ja, ja. Is dat van je sponsor? Ja, vanuit de sponsors kan ik een heel mooie stap maken. En kan ik nog even meer kijken wat er in het vast zit. Dus er zitten hele leuke nieuwe dingen aan te komen aankomend seizoen. In het interview met de wethouder zei je dat je eigenlijk 1 trui nog miste. Welke trui was dat? Ja, ik heb nu een Nederlandse trui. Nederlands kampioen mountainbiken en Europees kampioen. Ja, ik wil ook graag nog een wereldkampioen trui. Dus dat is mijn doel voor dit jaar. En voor welke discipline? Dat maakt op zich niet veel uit, maar het liefst in de gravel. Omdat ik op de weg al een trui heb en op het strand en op de mountainbike. Dus ja, het zou leuk zijn als ik nog een 4e fiets erbij heb. En waar is die gravelwedstrijd voor het wereldkampioenschap? Het WK is in Italië dit jaar. Ja. Succes. Dank u wel.